Zo, harde werken. Ik heb net gesport. Moe. Maar wel record. Dus dat is mooi. Dus week is nog eventjes. 9:30 weer zeker, waarschijnlijk. Ik ga lekker naar huis. Ik heb weer mijn magnetron maaltijdje alvast bij de Albert Heijn gehaald. Pasta kip, pittige kip. En een couscous salade. Twee bakjes. Eén magnetron. En Michiel kan eten. Oh. Brother. Peace. Lekker bro. Lekker, lekker. Birthday party! Ja, zeker! Nog even trouwens over dat schilderijtje wat wij gemaakt hebben. Deze. De Golden Skull. Pirate Skull. Ja, die vriend van mij die wilde die niet meer kopen. Dus is weer voor sale. Ik heb hem nu even op mijn kamer gelegd, maar ik weet niet of hij in Amsterdam wil hebben. Of dat we die hier houden, of dat ik hem hou, of dat je hem wilt verkopen. Laat maar even weten. Goed. Laters. Bye bye. Thanks brother voor je vlogje. Het is inderdaad te lang geleden dat we gevlogd hebben en op aanvraag van al onze kijkers hebben we toch maar besloten om dan door te gaan. We geven er wel een iets andere invulling aan, maar dat wordt gaandeweg wel duidelijk. En nou, we hebben de afgelopen tijd veel meegemaakt, zowel positieve als negatieve dingen, maar goed, dat hoort bij het leven. En een van de positieve dingen is dat ik eindelijk in mijn eigen huisje woon, dus dat is helemaal top.
En al mijn eigen spulletjes. En nou ja, blij kun je zijn als mensen. Dus we gaan er weer... sorry, ik kreeg even een WhatsAppje van Pieter, ons andere broertje. En ik dacht, ik wilde hem openen, maar ik ben natuurlijk wat anders nu. Ja, wat dus wat leuk is dat we wat meer onze hobbyën en passie... het maken van schilderijen gaan betrekken. In plaats van onze hele privéleven op te rakelen en alle saaie dingen die we door de week doen. Want dat hebben we na één filmpje al gezien. Dus we gaan zoveel mogelijk art projects doen en bedenken. Of eerst bedenken en dan doen. Want we zijn allebei wel iets meer van het eerst doen en dan denken. Misschien dat het volgende keer toch beter is om eerst iets te bedenken en dan te doen. Om de kwaliteit van de kunst toch te waarborgen. Dus, ik ga lekker naar de tv kijken. En ik kwam er net achter dat er dus op mijn tv een kinderslot zit op goede tijden, slechte tijden. Dus ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar ik mag dus geen goede tijden, slechte tijden kijken van mijn... geen idee van wie. Dus, dead life. Geen goede tijden, slechte tijden meer voor mij. Maarten? Oh ja, en voordat ik het vergeet, wil ik bij deze een oproep doen aan alle kunstliefhebbers. Want we hebben dus een werk in opdracht gemaakt en onze lieve... klant is blijkbaar afgehaakt, dus we hebben hem voor niks gemaakt. Dus bij deze te koop aangeboden een collaboration between two brothers, the painting of a pirate flag. En we verkopen hem aan de hoogste bieder. Anders, Maarten, laat je even nog een mooi filmpje zien. Dan zetten we er een leuk muziekje onder. Nou, als die niet verkocht is, dan weet ik het ook niet meer. Na deze prachtige dans, Maarten, dankjewel. Hier komt hij nog even. Vergeet ons niet te liken en te volgen!